Oh. Oh jee. There we go. Wij zijn goeie Fortnite spelers. Mijn naam is Max en vandaag spelen we Fortnite. En ik ben helemaal alleen in dit stadje, want ik weet niet eens hoe dit heet. Ik weet niet waar ik ben. Maar leuk dat je kijkt naar deze video. En ik speel het spel wat niet veel gespeeld wordt op YouTube. Namelijk Fortnite. Yeah. Nee, oké, we zijn weer in een nieuw potje Fortnite. En ik heb een leuk dingetje wat ik vandaag en alle andere dagen op mijn channel zag. En dat is dat wij bijna de 30.000 abonnees hebben. En waarom zouden goed gezonde kinderen met een verstandige gedachtes en genoeg opvoeding nou denken van hey, dit zou vast een leuk iemand zijn om op te abonneren. Want hij ziet er cool uit. Wat de fuck jongens, kom op nou. Nee, grapje. Ik waardeer de support. En oh, hallo jongeman. Jij wilde mij vermoorden. Waarom wil jij dat? Dat was niet aardig. Je hebt allemaal. Is er nog iemand? Hallo? Ik hoor niemand. Maar in ieder geval, dat was echt een gare intro allemaal. Ik weet niet wat ik allemaal zei. Maar we zijn er weer. En we zijn ergens waar ik nog nooit geweest ben. Dus ik heb legit, ik ben hier echt gewoon by far nog nooit geweest. Dus ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet verwachten hier. Ik heb één huis geloot en that's it. Ik dacht dat ik nog iemand hoorde. Hé, het Witte Huis. Dit staat ook bij Anakie en bij Fatal Field. Jongens, de max-tactiek is nog een sniper. En oh my, deze, are you kidding me? Hell yeah. Jongens, heb ik jullie wel eens verteld over de sniper-tactiek? Waarom? Ik heb echt legit nog nooit zoveel snipers gezien. Come on, help me. Wat? Oké, we nemen die in en dan skippen we hem. En dan nemen we de rest niet. Nee, dit is de nieuwe tactiek, jongens. Ik beloof jullie dat dit de tactiek is waarmee je veel progress gaat maken op Fortnite. Yes. Trust me on this one, boys. This is it. Hello. We hebben hier nog meer. Oeh, een pumperoni. Nou ja, dat ik die wil. Pumps zijn goed. Pump shotguns zijn goed, jonge mannen en vrouwen. Oké, we gaan even rennen, want ja, we moeten natuurlijk of course wel rennen. Maar jongens, ik heb de nieuwe sniper tactiek. Ik heb ze alle drie in hetzelfde gebouw gevonden. Dat is niet waar. Ik heb twee in hetzelfde gebouw gevonden. Maar dat maakt niet uit. Want ze zijn nog steeds even cool en we zijn nog steeds jonge mannen van het goede leven. Die een kill hebben. En die gewoon willen overleven. In deze ruwe Fortnite wereld. Dus yes. Yeah. Yes. We gaan even deze boom hakken. Ik ben echt super cool in solo potjes. Want daar heb ik helemaal niemand om grappige stemmetjes na te doen. Normaal als duo squad speel, dan kan ik gewoon leuke stemmetjes doen en dan krijg ik een leuk stemmetje terug. Als ik het nu zou doen, omdat ik solo speel, geen vrienden heb op het moment, heb ik geen contact. Oftewel ook geen leuke voices. Set times for the boys. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk wel, maar we hide the pain. We hide the pain, you know. Hallo. Oké. Jullie houden ervan om mijn solo potjes te zien. Hè? We komen altijd zo ver. We hebben in totaal al zoveel winst op de Fortnite solo game modes. Dus woe, dat is niet normaal. Hello, 3. You're mine now. Thanks for your wood. Oké, ik wil wel trouwens wat mensen tegenkomen. Want het is een beetje soms zo. Die kunnen dit. Kom op nou. Waar zijn enemies? Hallo? Ben jij een enemy? Hallo? No enemies? Sad times. Je moet wel rennen. En dus kom op. Even snel dingen in. En hier langs naar Tilted. Ik moet echt een heel andere kant op. Ik ren echt gewoon compleet de verkeerde kant op nu. Well, be fine. Komt goed, joh. Well, be fine. Waarom wil ik deze berg om? Wat is dit? Dan ben ik derp aan het doen. We gaan deze kist pakken en dan gaan we terugrennen. Mijn plan is niet echt. Kijk. Ik wist dat hier een ding is. Dus dat. En jullie niet. Jullie zijn ook geen professionele Fortnite spelers zoals ik. Weet je? Jullie hadden gedacht van gast. De cirkel komt eraan. Je hebt niet eens healing items. Je hebt alleen een kampvuurtje. Gast. Gast, ik moet hier weg. Bedoel maar, gast. Maar nee. Ik. Met mijn mastermind in Fortnite. Die weet natuurlijk dat dit er niet eerst stond. Hé. Hey. Hallo.
Jij bent nieuw. Kijk, dit was ook Paul Paulus plan. Anders zat hij in mijn rug en nu zit ik in zijn rug. Wat dachten jullie daar nou van? Hè? Mijn beloved kijkers. Waar is die guy? Waar is die dude? Oh, daar. Hallo? Hallo? Oh, oh, oh! Oh jee. There we go! Wij zijn goede Fortnite spelers en wij. Dit is onze sniper tactiek, want die is done. En de gast heeft nog mis. Boy, waarom heb jij ook zoveel snipers? Hallo? Jongens, de sniper tactiek is klaar. Het was erg cool, maar. No longer, no more. We need to ditch it. Het was een erg leuke tactiek, die sniper tactiek. Maar we hebben deze guy gewoon. Woe, helemaal in elkaar geslagen. Hij had no chance. Dit was de no chance tactic. Dat heb ik zelf in elkaar gezet, zelf bedacht. Eigen naam, patent staat er gelijk op. Trademark, alles. De no chance tactic bij Max. Yes, yes. Hallo? Zijn er nog enemy zero die kan killen? Wij moeten healen. Maar ik weet ze zeker in. En dan ga ik healen. Ik ga het kampvuurtje plaatsen, want ik heb nu toch twee maatkeets. Gekke maatkeets. Of ik ga, ja, no, no. Nee, ik ga mijn dinges gebruiken. Mijn kampvuurtje. That's the way to go. Check. Waarom? Oh, dat is zo lame. Oké, let op. Gaan we zo. En doen we F5, like this. En doen we ook nog eens zo. En dan zo. En dan... Hallo. Zo, edit, edit. Ik kan hem niet editen. Ik mag hem niet editen. Set time for the boys. Maar in ieder geval, we zijn lekker aan het healen. Er zijn al 27 man alive. En waarvan wij 2 kills hebben gemaakt. Dus ik ben proud. This is not a by the game. Hello. Hello. Kan ik hem? Hello. Goodbye. En dan komt de Sir Kel eraan. Wat hel? Oh, dat kwam dat ik geëdit had. Ik dacht al, hoe de bouwt iemand? What is going on here? Nou, breakfast. Oh boy, ik moet echt moken ver lopen, gast. Why? Waarom heb ik niet gewoon een beetje voordeel met mijn cirkel? Dan moet ik weer lopen en dan kom ik halverwege weer mensen tegen. En die willen mij weer killen. En dan wil ik hem weer killen. Altijd hetzelfde verhaal. Maar. Ik ga maar eens beginnen met lopen. En ik heb toch wel. Ik heb genoeg resources. En proud. Ik bedoel. Not for me. You know. Ik pak deze boom nog even om. En dan heb ik helemaal genoeg. Want ja, die kleine boom. Dat doet het hem. Wat ligt daar? Wat is dat? What is going on there? Wat is dat? Ik wil weten wat het is. Ah, die hoeven we niet. Fuck that dude. Oh, daar loopt iemand. Helemaal daar. Echt moken ver. Oh, die is er gewoon. Ah, oh, hij is er weer. En hij is er weer. Oh, hij is er weer. En hij is er weer. Oh, en hij is er weer. Set times. Ik wil hem telkens pakken, maar... Het kan niet. Het wordt me niet... Oh, hij is er weer. En hij is er weer. Oh, man. Come on, dude. Give me some fun. Man. Hallo. Waar is hij? Is hij doorgelopen? Oh, ja. Hij is aan het doorlopen. Maar de cirkel komt er ook aan. Zo. Dit is een one shot. Oh, oh, oh. Kijk, hij bouwt instant, zie je? Hij weet niet waar ik sta, though. He doesn't see me. Kijk, dan gaan we de wiskunde gebruiken. En als ik deze lijn blijf lopen, dan ziet hij me niet. En dan ga ik zo onderop. En dan weet hij niet waar de bullet vandaan kwam. En dan weet hij niet dat ik hem probeerde te killen. Terwijl ik kan veilig doorlopen. We zijn allemaal weer happy en stuff, you know. Alles komt goed in de grote boze wereld van Fortnite. Zolang je naar Max luistert en bij mij in de buurt blijft. Belofte. Dat is een grote belofte. Komt helemaal goed. Hallo? Hallo? Ik hoorde een bullet. Please don't kill me. Ik ben net aan het uitleggen hoe veilig je bij mij bent. Please don't kill me. Hallo? Oeh. Fuck die mini shields. We don't need that shit. Daar zijn we te goed voor. Oh boy. Oh boy. Hallo, hier ligt nog meer loot. Oh, groene shotgun. De paarse bedoel ik, die willen we wel. Die willen wij wel. In plaats van de pump. Kijk, jongens. Let op. Check, want daar. Hoppa. Oh man, waarom is hij niet dood? Had hij 200 HP? Are you kidding me? Zoveel HP.
Waar is die guy? Is hij doorgerust? Oh, hij heeft een ding gebouwd. Oh, come on, man. Why you gotta be like this? Come on, dude. Ik kan hem wel makkelijk pakken, though, maar dan ben ik bang dat die andere geen boost wordt. Struggles! Maar de cirkel komt er toch zo aan, dus ik denk dat ik toch maar doorren. En dan zie ik straks wel waar die guys zijn. Hij is in ieder geval low, hij moet weer healen. Oftewel, ik heb waarschijnlijk echt... Als hij in de volgende Chuck Duck of healing items had... Daar heb je normaal de tactiek van Max. Het is allemaal gepland. Dan heb ik in ieder geval daarvan verlost. Van die grote last die hij op zich had. Om healing items bij zich te dragen. Hello? Je moet er elk moment uit, Fred. Als je er nog eens zit. Oh, daar hebben we hem. Hallo, nu zag je me. Mijn tactiek. Max, denk aan je tactiek. Denk aan je slimme brein. En aan je... En je weefsels. Come on. Denk eraan. Want. Come on. En de cirkel. Denk ook aan de cirkel. There we go. We safe. We good. We good. Yeah. There we go. Wat wilde jij nou doen, jongeman? Wilde jij mij gewoon vermoorden? Wat is dit nou? Zo werkt Fortnite helemaal niet. Je kan niet zomaar mensen vermoorden. Fortnite is net als het echte leven. Je moet vriendelijk vragen of je wat wil vermoorden en ineens antwoord. Ja, weet je. Hallo. Hello there. Ah, dude, lame. Spiekt hij nou op me ook? Ja, wie schiet erop? Hallo? Waarom komen jullie allemaal gedag zeggen? En zo, ik heb nog letterlijk een bordje opgehangen. Geen gasten. En nog komen ze. Wat een onaardige mensen dit. Holy shit, jongens. Kom op nou. Ik heb nog zo gezegd. Geen gasten. En nog komen jullie allemaal gedag zeggen. Wat zijn jullie toch weer... Onaardig. Oh, lame. Lame. Come on. Come on. Ah, Sayat. Oké, de cirkel. Ah, ik heb een voordeel met de cirkel. Die cirkel die zit eindelijk een keertje mee. Wauw. Wat cool. Maar toch kunnen er wel enemies zijn, zo denk ik. Lijkt daar. Ik zag hem. Kijk, die zit hem daar springen telkens. En lopen. Hello. Hello. Oh, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Jongeman. Jongeman. Wat jij doet is verboden. Oh, hij is dead. Oh, zeg maar dat je hem gaat looten. 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 Come on, loot hem. Doe me a favor, you know. Plus. Hello. Oh, de cirkel komt weer aan. Hoe snel gaat hij? Echt mokersloom. Gast, check mijn... Fucking resources. Ik heb echt veel te veel resources. Oh. Ah, oh, dude, ik let niet op. Lame. Hallo. Hey, UMGit. Dankjewel. Voor het stilstaan en luisteren naar de BCC show. Waar is hij? Door de boom. Moet ook lopen. Waar ben je? Mr. Enemy. Dat is jouw naam. Hey. Waarom doe ik het trouwens van hout? Zodat ik gewoon fucking metaal heb. Ik kan letterlijk een metalen bunker maken. En deze Fred, dus ik, die denkt gewoon... Nee, weet je. We maken hem van hout. Dat is het beste materiaal om een bunker voor te bouwen. Het werkt allemaal hartstikke goed. Ik wil niet gesniped worden, want als ik een headshot krijg... Of ja, als ik headshot word, dan ben ik echt zeg maar gewoon een instant dead. En ja, we willen niet dood, weet je. That's not good, no. That's not good, you know. Hello? You're so precious when you fucking smile. Hello. Waar zijn die guys? Of die guy? Waar is die guy? Ik zag hem net nog de hele tijd gewoon rondspartelen. Maar er zijn ook heel veel Wailingwoods. Dat is een beetje het probleem. Weet zeg maar... Oh, kijk, nu moeten ze wel Wailingwoods uitkomen als ze erin zitten. Weer mijn kant op, hè? Ik ben een lucky guy. I can be happy about this. Ik
maak je maar gelijk vast een bunkertje bouwen. Doe het gewoon. Kijk, metaal, weet je, dat is de way to go. En dan net niet op de heuvel, dat is het punt. Dat is een tactiek. Die kan ik je aanleren als je een Fortnite speler bent. En je bent pro zoals ik, weet je, gewoon too good for this game. Oh, wat doe ik? Oh, nou. Oké, ik mag niet editen, dan maak ik hem nog maar eentje hoger. Like this. Nu hebben wij een overzicht. Hallo. Waarom doen wij zo gemeen? Hallo. Oh, come on, waarom moet ik ze eens reloaden? Nou, doe dit, man. Oh, no. Boy. Oh my days. Calm the fuck down. Mijn broeder. Waar ben je? Hij is daar, oh. Mijn broeder. Calm the fuck down. Hij is aan het healen. Oh no. Stop it. Mean. Gemeen. Yay! Gemeenerik. Stommerd. Ja, met je scar die ik helemaal niet had. Met je fanciness. Hier, die willen we nu wel. Oh, we hebben ook nog eens de tijd, joh. Ai, joh. Moet je zien, gast. Weet je, en dan doen we alsnog zo. Want het is wel de Fortnite tactiek of dreams. You know? Dan hebben we die nog even in. Nah, it's not bad. This game is not bad, you know? Ik bedoel, I'm not even mad. You're so precious when you smile. Oh nee, ik heb die scan niet opgepakt. What the hell? Hallo. There we go. Hey, zie je echt de Fortnite mensen? Die weten wel hoe dit werkt. Hoppa. Kijk. Like this. Tada! Oh no. Like this. Hoppakee. Hoppakaas. Perfect tactic. Perfect momio. Er zijn nog 3 enemies alive. En ik ben de vierde. En ja, ik kom normaal nooit zo ver. Dus ik weet niet wat ik nu moet doen. What the way to go is, zeg maar. Oh, kijk, daar loopt één iemand. Oh, maar nu moet ik even reloaden. Kijk goed dat ik het doe. Ik ga alles even reloaden. Inclusief deze. Gewoon alles even rustig reloaden, weet je. Even kijken. Die. Ah, I'm good. Oh, die moest ik nog reloaden. What the hell. Hallo. Ik weet dat jij daar zat. Dus, ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Wie weet, komt er wel ooit eens een keer de victory royale, you know? Het is possible, omdat het gebeurt. Het zou een keer uiteraard leuk zijn. Om een mooi victory royaaltje te krijgen. Oh, ik zie je lopen, Fred. Enemy spotted. You so precious when you smile. Ja, we moeten zo rennen, dat is een beetje het probleem. Die fucking cirkel komt eraan. Het wordt echt insane klein. Ook gewoon... Hallo. Ik zie jou wel. Oh. Hij zag mij ook volgens mij. Ja, maar waar zijn die andere guys dan? Boven me of zo? Nee, nergens. Boven me. Zo, as far as I know. Hij bouwt gewoon verder omhoog. Waar is de rest? Ik word een beetje zenuwachtig, jongens. Hoe snel gaat die cirkel? Ah, oh, lame. Kijk, de wiskundetactiek, jongens. Blijf achter de truck. Zolang jij de enemy niet ziet, ziet hij jou ook niet. Wat dacht je daarvan? Hey, ho. How about this? How about this one, hè? Huh? Wat dachten we ervan? Hè? Huh? Kijk, daar zit hij. En we horen hem.
We weten dat ik hier zit. En we weet, jij weet dat ik hier zit. Oh jee. Oh jee. Oh, oh ja, ja joh. Target mij maar. Of course. That's a nice young man, be the target. Of course. De knappe jongen wordt natuurlijk weer de target. De knappe jongen is natuurlijk weer de target voor iedereen. Oh, maar deze. Jongens! Oh! Hallo, jongens. Maar waar is die guy? Ik heb hem geraakt met mijn grenades. Oh! 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 Oh, ik heb hem! Oh! Shit! Oh, what the hell? Die laatste guy nu nog. Waar is die Fred? Waar is die? Hallo. Waar ben je, jongeman? Mijn jonkvrouw. Hallo. We moeten rennen. Yay! Boys! Dit is mijn eerste Victory Royale. Like... Jongens, ik heb nog nooit een solo Victory Royale gehad. Ik weet het. Please don't judge me. Maar we hebben eindelijk een keertje een Victory Royale in solo. Dus I'm not even mad, weet je? Doe even allemaal duimpje omhoog. Abonneer allemaal even. We hebben bijna 30.000. Het was een leuke Fortnite video. Een keertje solo. Een keertje gewonnen. Een keertje niet gekraaien. Gewoon 7 kills. Dus tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond.